jullie heel goed gevormd zijn, hou dat zo vanavond vol. We gaan direct de lab opgeven. Maar wat gaan we nu vanavond eigenlijk doen, Naomi? Dat vraag ik mij af. Wel, het is vandaag een missesverkiezing. En wat wil een missesverkiezing zeggen? Het is voor dames van 25 jaar tot 45 jaar. Die de tijd terug hebben gevonden om te schitteren, om eventjes in de spotlight te staan en een campagne mee te maken van glitter en glamour. Waar niet alleen uiterlijk centraal staat, maar waar ook eigenlijk karakter, sociale vaardigheden en communicatie heel belangrijk zijn. En ik zie hier ook, ik denk, 8 mensen voor mij zitten. Ja, maar ik vraag me eigenlijk af, want alleen er zitten een paar kroontjes bij, maar die hebben ook zo'n hele lange tafel. Ja. Ik denk dat die wel meer zijn dan een ander. Zijn jullie belangrijk? Ik denk het wel. Maar ik heb ook op mijn kaartje dat straks van Ronnie Goh gekregen. Dat heeft dus graag dat we ze vermelden. Dames en heren, onze 8 op de jury! Ik denk dat we vanavond een zeer moeilijke taak gaan hebben om eigenlijk de punten te geven en te dat zien hoe of wat, wie dat of wat. Het zal verschrikkelijk moeilijk zijn. Ze zijn alle 8 en ons jaartje waard. Voilà. Ja, maar we gaan ze wel even voorstellen aan jullie. Ik heb, mag ik dan vragen als ik iemand afvroeg van even recht te staan, zodat de mensen hier in de zaal ook weten wie u bent. Ik heb, en ik hoop dat ik het zeer goed uitspreek, Cyprian! Geef hem een applaus. Cyprian is een fotograaf en heeft ook een modellenbureau Benelux, een zeer goed gevraagd modellenbureau. Dus als er zich nog dames geroepen voelen, u weet het. Dankjewel Cyprian. Naomi, wie hebben we nog? Ik zie iemand zitten met een heel blinkend kroontje. 10 november is gekroond tot de allereerste Miss Elegance, namelijk Kelly. En wie zit er nog? Ja, ik heb nog iemand. En we hebben daarover gediscussieerd, want Naomi wou eigenlijk zeggen wie die persoon was. Zegt Naomi, laat mij dat doen, bekijk dat maar niet. Oh ja, jij mocht hem toch aankomen. We wisselen niet. Tim Tubax, ook gekend als acteur uit de buurt. Goedenavond. Wil je iets heel erg eten? Ja, oké. Dankjewel om aanwezig te zijn, Tim. Wie hebben we nog, lieve schat? Wel, we hebben een hele mooie blonde dame in het gezelschap. Zij is regerend eerste eredame Mrs. Universe Belgium 2019. Zij zal ons land vertegenwoordigen op 23 december in China, namelijk Olya. Is ook zeker niet de enige mis in ons gezelschap. Wij hebben ook de regerende Miss Glamour Belgium 2019. Zie ze er niet stralend uit, dames en heren, Saskia. Dan zien we natuurlijk alle missen met hun lintjes, maar van waar komen die lintjes? Wel, er zit er eentje in de jury, namelijk Marion. Zij is zaakvoerster van MissSherpe.nl. Dankjewel, Marion. Ik heb hier nog iemand in ons midden zitten, ook een blonde dame, niet de minste. Zij vertegenwoordigt namelijk We Love Misses. Wij hebben Paula. Paula, dankjewel. Dames en heren, ik heb ook nog zeer leuk nieuws. Paula is deze week in het huwelijksbootje getrapt met Johan. Getrapt? Eigenlijk is Johan niet getrapt en Paula is meegedaan. Maar dames en heren, Paula en Johan, van harte proficiat. Dankjewel. Dan hebben we als laatste, misschien wel de belangrijkste in ons midden, Juri. Zaakvoerder Identic, een communicatiebureau en tevens ook de voorzitter. Hij zal alles in goede banen laten verlopen en hij zal een oogje in het zeil houden dat alles correct verloopt. Juri! Wij hebben er alvast zin in, Naomi, denk ik. Dat klopt. Voilà. We gaan de mensen nog niet langer laten wachten, denk ik. Nee. Ik hoop dat...